Nou, kijk eens aan. We hebben hier een pakket ontvangen van Vuurwerkmania. Ik zou niet weten wat erin zit. Dus we gaan het even snel openmaken. Het is een Nederlandse vuurwerkimporteur. We staan er niet zo heel lang. Nou, we gaan eens even kijken wat erin zit. Die zit een beetje vast. Dus ik ben maar alleen, want ja, ik wil hem eigenlijk zo snel mogelijk openmaken. Kijk, hij is open. Heel veel plastic. Kijk, er komen hier al wat andere dingetjes. Kijk eens aan. Energiedrank. Kunnen we dus flink stoken met al nieuw. Blijven zeker wakker. Adrenaline. Is dat nog weer een? Adrenaline Rush. Nou, adrenaline, dat hebben we sowieso al erin zitten. En oude nieuw, dus altijd mooi. Kijk eens aan, wat hebben we hier? Een pad van Vuurwerkmania. Is ook leuk. Warm hoofd. O jee, nou. Ik zie hier drie dingetjes in zitten. Ja, we kunnen denk ik wel raden wat het is. Mocht er nog iets leuks gebeuren, maar nu hebben we daar ook meteen, aan gedacht. Day and night. Nou, je weet het. Dat kun je niet. Misschien zijn de glowende dark, ik zou het niet weten. Maar het is wel grappig op zich. Drie stuks, dus we kunnen er drie keer volop. En dan zit hier. Kijk eens aan. Die leggen we nog even aan de kant. Een catalogus. Er staan alle producten in. Van Vuurwerkmania. En een folder. Krijgt iedereen binnenkort weer in de bus. Tuurlijk, heel leuk. Even dus snel kijken. Leuke aanbiedingen. De webshop is wel al geopend. Dus binnenkort kunnen we ook in de winkels gaan bestellen. Kijk, er zit waarschijnlijk nog een catalogus in. Ik hoop van wel. Dat is denk ik gewoon hetzelfde. Zo, kijk eens aan. Lekker wifi. Ondernemend. Ja, het ziet er wel echt vet uit. Echt gelekt. En webshop in 10 seconden. Even kijken. Ja, dat is eigenlijk meer over als je een vuurwerkwinkel hebt. Kijk, daar ligt nog meer. Nou. Kijk, we kunnen bijna een hele week kunnen we door. Hier nog twee erbij. Nog één. Nou, je weet het. Je gaat met Vuurwerkmania knallend het nieuwe jaar in. Ja, knallend. Ballend, ik weet niet hoe je het wil noemen. En hier nog een aantal stickers van Vuurwerkmania. Ah, hier zit er nog een aantal in. En dan is de doos bijna leeg en er zit hier nog een mooie sticker in. Van Geisha.
Ja, is wel vet. Wat ze opgestuurd hebben, had ik niet verwacht eigenlijk. Ik dacht dat ik alleen een folder zou krijgen. Maar ze hebben ook nog eens wat leuke accessoires gestuurd. Nou, ik ga even alles bij elkaar leggen. Dan kom ik zo weer bij jullie terug. Kijk, daar ben ik weer. Even alles netjes uitgestald. Met ons knal je harder. Dus iedereen weet wat hij te doen staat met Oud en Nieuw. Een petje. Ook altijd leuk om te dragen. Wat te drinken voor Oud en Nieuw. De catalogus. Daar staan alle producten in. Dus dat is eigenlijk meer bedoeld voor winkels. Daar staan dan alle producten in, hoeveel kruid erin zit, een productomschrijving. Eigenlijk is het zeg maar net wat uitgebreider dan de folder, zoals die hier ligt. Maar dan eigenlijk zonder de aanbiedingen, maar meer productinformatie, hoeveel er in een karton zit, etc. En hier nog leuke stickertjes. Kan ik natuurlijk ook overal plakken, een beetje reclame maken. Dus eigenlijk gewoon een heel leuk pakketje. Kom ik Oud en Nieuw lekker door mee, met energie. Natuurlijk deze dingen, ja, iedereen zal ze wel ooit nodig hebben. Natuurlijk de folder om het vuurwerk te bestellen, want ja, ze mogen natuurlijk geen vuurwerk opsturen. Mag natuurlijk ook niet de laatste 3 dagen van het jaar. Maar dan kan ik in ieder geval wel al gaan bestellen binnenkort. En in ieder geval een heel leuk pakketje. Vuurwerkmania, hartstikke bedankt. Had ik niet verwacht van jullie. Dat jullie zoveel zouden opsturen. Hartstikke bedankt en tot ziens allemaal. Bedankt voor het kijken.